Hallo allemaal, les 29. Haren selecteren. Hoe doen we dit? Ik heb twee foto's geopend. Ik heb hier een andere achtergrond waar ik die foto op kwijt wil. En ik heb hier de foto van het meisje met het model. We selecteren hier het snelle gereedschap, snelle selectie. En die selecteer ik hier ook. En ik ga hier een beetje aan de binnenkant van mijn model zitten. En ik blijf aan de binnenkant een beetje de lijnen volgen van het model. Het hoeft niet heel precies te komen, want we gaan het zo meteen allemaal netjes afwerken. Nu heb ik mijn selectie gemaakt. En jullie zien dat hier allemaal nog haren buiten zitten. Nou, dat gaan we nu oplossen door hier randen verfijnen. En ik selecteer hier dan op een zwarte achtergrond. Dus daar klik ik dubbel op. Ik zet aan straal tonen, is niet nodig. Want dan zie je, dan ben je ook je model kwijt. Ik zet wel slimme straal aan. En die zet ik ongeveer op, nou, 8 pixels. Hier doe ik niks aan, hier doe ik niks aan, hier doe ik niks aan. En hier kunnen we straks eventueel nog wat mee doen. Hier gaan we ook nog wat mee doen. En jullie zien, hij wordt uitgeselecteerd naar een selectie. Nou, hoe ga ik nu aan de gang? Ik heb hier een gummetje en een penseel. Ik heb de bovenste geselecteerd. En wat doet straal, slimme straal? Die maakt het zacht waar het zacht moet zijn en hard waar het hard moet zijn. Dus ik begin hier een beetje zo langs die rand zo het in te kleuren. En heel langzaam. En het mag best een beetje ruim eromheen. Dat maakt niet uit. Hier ook. Zo. Kijk, nu begint het er al eerst op te lijken. Nou, dan gaan we hier nog even door. Ik ben hier nog niet tevreden over. Nu begint het wat meer te worden. Hier ook weer even goed tussen de haren in ook. Op die rand goed tussen de haren. Het is een hoop werk. Ik zal af en toe mijn mond houden omdat ik even geconcentreerd bezig ben. Nou, hierboven ziet het er wel redelijk uit, dus daar ga ik wat vlotter langs. Hier ook. Kijk. Hier ook. Nou, heb je de haren geselecteerd. Nu zie je dat hier nog wat van de normale achtergrond tussendoor komt. En nu gaan we op kleuren zuiveren aanzetten. Nu zie je ook gelijk dat de nieuwe laag wordt uitgestuurd naar een nieuwe laag met laagmasker. Daar kan ik niet meer in kiezen. Ik kan niet zeggen selectie of een laagmasker. Het is altijd een nieuwe laag met een laagmasker. En nu ga ik hier nog een keer overheen. Op die randjes zo. Om die achtergrondkleur eruit te halen. Die door het haar heen komt. Dat zie je hier ook nog een beetje. En hier. Hier zit nog een randje. Met de rand verschuiven kun je de rand van je selectie kun je die verschuiven. Zoals je ziet staat hij nu plus, dan zie je de rand groter worden. En zo zie je de rand minder worden. Ik doe er momenteel niks aan, want ik heb alles goed geselecteerd. Ik zet hem weer op 0. Als ik dit allemaal gedaan heb, druk ik op OK.
En nu zien jullie hier heel mooi de haren geselecteerd. Ook hier dat losse een beetje. En hier. Ja, nu wil ik deze foto nog altijd hierin krijgen. Nou, dat doe ik door hier op het verplaatsingsgereedschap te gaan staan. Ik hou mijn linkermuisknop ingedrukt. Ik sleep de hele foto naar boven toe. Tot mijn foto tevoorschijn komt en ik sleep hem erin. Nu zullen jullie zien, mijn foto is te groot. Ik druk even op Ctrl 0. En ik ga mijn foto verkleinen. Ik trek hem erin. Hij mag nog iets kleiner. Ik zet hem op een mooie plek in de foto neer. Ik druk op groene vinkje. En ik dubbelklik op het handje. Dus de hele foto is daar weer. Nou zien jullie dat hier een klein blauw wit streepje gekomen is. Dat is van de andere foto. Nou, dat gaan we even aanpassen door het kloonstempeltje te pakken. We maken hem wat kleiner met de linker haakjes. Ik selecteer hier met Alt, selecteer ik hier iets en ik ga hier overheen. En heel langzaam. Haal hem dan zo rustig weg. Het is niet heel mooi nu, maar ik laat even zien hoe je dat weg kan halen. Maar nu stel voor dat ik dit plukje hier aan de zijkant weg wil hebben van die haar, omdat ik dat niet mooi vind. Dan selecteer ik hier mijn laagmasker. Ik zorg dat mijn perceel op zwart staat. En ik ga hier langs de rand eroverheen. Dat moet hij normaal doen, maar waarom doet hij dat nu niet? Even kijken. Dat komt omdat ik op het kloonstempeltje stond en ik had mijn penseel moeten selecteren. Kijk. En nu kan ik het heel mooi zo langzaam, heel langzaam langs die rand weghalen. Stel voor je schiet uit. Dan selecteer je de wit naar de voorgrond. En je haalt het weer terug. Ook ik maak een foutje dus net. Dus je moet niet het kloonstempel hebben, maar het penseel. Nou, dan pak ik nog even de zwarte voorkanten weer voor. En ik maak hier even het randje mooi. En klaar is Kees. Zo simpel kun je haren selecteren. Heel veel succes ermee. Tot de volgende keer.